nieuwe aflevering van Het zit in de genen zoeken we Jozef en Thijs Oosting op. Vader Jozef, beter bekend als Mr. Emme, is momenteel assistenttrainer bij Vitesse. Zijn zoon Thijs speelt sinds een paar weken op huurbasis bij RKC Waalwijk. De twee troffen elkaar afgelopen weekend in de Eredivisie. We praten met ze over deze bijzondere ontmoeting en hun speciale familieband. Hij was de dag daarvoor jarig, dus toen hebben we even met het gezin afgesproken en wat gegeten, voor zover het kan in deze tijd. Maar ja, toen hebben we het eventjes over gehad, maar meer op een leuke manier, zeg maar, en een beetje stangen dan diep erop ingaan. Dat je eigen vlees en bloed langs de lijn staat en die komt het veld in, dat is wel heel apart, ja. En dan op een of andere manier volg je dat toch even iets anders. En natuurlijk wil je graag winnen. Maar op het moment dat je dan je eigen zoon ziet invallen bij de tegenstander, ja, heel apart. Was hij jouw tegenstander of je vader op dat moment? Ja, daar ben ik niet zoveel bij nagedacht. Ik had hem van tevoren nog wel even gesproken natuurlijk in het stadion. Toen ik inviel heb ik er eigenlijk niet meer zoveel aan gedacht. Wat als hij gescoord had? Wat was er dan door jou heen gegaan? Ja, dat weet ik niet. Dat is niet gebeurd, dus dat weet ik niet. Maar moet je dan blij zijn voor hem, hè, bij zijn nieuwe club? Maar aan de andere kant, ja, je bent professional, wat ik net heb gezegd. En je wil gewoon het maximale uit een wedstrijd halen. En ja, dan ben je natuurlijk uiteindelijk voor Vitesse. Is het voor de familiebanden misschien het beste dat het gelijkspel is geworden? Nou, als je kijkt naar de familie misschien wel, ja. Maar als ik praat voor mezelf, ga je natuurlijk als Vitesse zijn er thuis voor de 3 punten. En er is maar 1 geworden, dus ja. Dan eventjes terug naar jouw voetbalcarrière. Miste FCM natuurlijk. Hoe kijk jij terug op je voetballoopbaan? Ja, hoe kijk ik terug op mijn voetballoopbaan is dat ik een bevoorrecht mens ben. Ik ben een voetballiefhebber. En ik heb, als voetballiefhebber heb ik daar mijn beroep van gemaakt. Ja, en al redelijk snel moet ik eerlijk zeggen, na mijn eerste knieblessure, ik was volgens mij 20 jaar. Ja, toen wist ik van mezelf al dat de top er niet in zou gaan zitten. En dat bedoel ik mee te zeggen van ja, Eredivisie of hoger. Maar het is Jupiler League geweest en gebleven. Weliswaar ook wel top. Maar ik heb er met heel veel plezier naar kijk ernaar terug. Ook heel veel geleerd. Maar best wel met een goed gevoel, want uiteindelijk 17 jaar profvoetbal, dat is best wel een lange tijd en daar ben ik wel trots op. Ik heb hem wat dat betreft nog wel meegemaakt, maar volgens mijn moeder was ik altijd liever tijdens de wedstrijden bij mijn oma chips eten. Dus wat dat betreft heb ik niet zoveel gezien. Mijn zus is wat dat betreft meer van het voetbal, van vroeger dan. Mijn zus heeft er ook best wel verstand van op zich hoor. Dus die heeft er van vroeger wel meer meegekregen dan ik, denk ik. Ik denk dat ik op de jongste leeftijd begon bij de amateurs van Emmen. Echt toen ik 4 was of zo, of wat is het dan, 3,5, 4? Nou, zoiets. En dan, toen ben ik eigenlijk meteen op voetbal gegaan en op handbal toen destijds. Op het moment dat hij wat ouder wordt bij de Emmen amateurs en hij gaat uiteindelijk naar de BVO, hè, naar de BVO Emmen, of FC Emmen, zie je op een gegeven moment wel dat hij al aardig kan voetballen. En dan zie je uiteindelijk ook ja, wat hij van God heeft meegekregen, dat hij heel makkelijk een goal kan maken. Weet je? En dat is natuurlijk in het voetballen, met name als je aanvaller bent of een aanvallende speler bent, dat je een goal kan maken, is natuurlijk wel goud waard. Als jullie kijken naar jullie spel, lijken jullie dan een beetje op elkaar? Ja, ik heb wel veel beelden van hem gezien. Vooral die zelf had opgenomen, dus dat zijn vaak goede beelden natuurlijk. Dus toen dacht ik altijd wel van, nou, hij is wel aardig spelen. Dan liet hij me een paasje zien of een goal, of weet je wel. We hebben er vaak over gepraat natuurlijk en zeiden van ja, nou ja, vroeger toen hij begon was hij snel en was hij ja, meer linksbuiten, meer aanvallen, ook wel eens spits, maar later toen kreeg hij wat blessures, toen is hij vaak ja, wat meer op het middenveld gaan spelen. Dus ik denk dat het wat betreft zijn beginjaren, dat hij daar wat meer op mij lijkt dan in zijn laatste jaren van zijn carrière. Nou goed, ik moet wel even iets corrigeren, maar ik heb het niet in elkaar gezet. Er waren videobanden destijds nog, weet je wel. Het is niet ja, oké. Okay, de mooie momenten zijn geknipt door mijn moeder, die heeft dat opgenomen. En zo hebben we een best een mooie stapel met wedstrijden, dus dat is wel leuk om te kijken af en toe. Wat dat betreft lijken we wel meer op elkaar. Hij is wat dynamischer dan wat ik was. Ja, en ik was meer een paser, zeg maar, dan een afmaker. En hij kan beide.
Maar we lijken wel op elkaar. Ja. Thijs wordt ook gebeld van nou, AZ Lonk, ben jij dan ook trots op zo'n moment? Dat je denkt, ja, hij kan toch weer een stapje hoger zetten. Vooral trots dat hij durfde, zeg maar, op dat moment dat je 16 bent om die stap te maken. Kijk, ik heb dat zelf nooit gedurfd. Ik was maar, ik woon in Emmen, ik heb mijn familie daar, ik voetbalde bij Emmen. Dus ja, voor mij had ik geen reden om weg te gaan. En dan heb ik gezegd, ik had ook niet de absolute kwaliteit om elders te gaan voetballen. Hou wel dat wel had gekund. Maar ik had alles in en rondom Emmen. En, dus ik durfde dat niet. Geef je hem dan ook tips mee? Of praten jullie daar samen over? We zijn wel allebei een beetje gevoelsmensen. Nou, helemaal. Ik ook wel redelijk. Dus als ik voor een keuze sta, zoals nu ook de keuze van hier, ja, dan vraag ik dat wel natuurlijk. Hij wil toch niet altijd zeggen van ja, je moet dit of dat doen. Want dan maakt hij de keuze voor mij, want hij weet dat ik dat belangrijk vind wat hij zegt. Dus ja, wat dat betreft praten we er wel veel over. Maar niet per se dat hij dan zegt van nou, je moet dat of dat doen, dat niet. Hij laat me wel vrij, maar ik vraag het wel gewoon altijd. Op het moment dat dat zich voordeed, denk je natuurlijk ook van hey, misschien zou het mooi zijn dat mijn zoon iets kan betekenen voor FCM en voor onze club. Tot op het moment dat hij naar AZ toe gaat en hij ontwikkelt zich, dat hij op een gegeven moment er ook de stap naar 1 toe maakt, weet je. Alleen dat was altijd, ja, achteraf is het allemaal makkelijk, maar op dat moment toen hij 16 was, hebben we daar wel heel veel over gesproken. Ja, met name natuurlijk met mijn vrouw, want ja, wat doet dat met het gezin, hè? Het is mooi voetballen, maar ja, je kind zit wel 230 kilometer ten westen van Emmen. Daar rij je niet zomaar makkelijk heen, weet je. En ja, hoe gaat dat? Dat was wel heel erg spannend, maar totdat we hier zitten is hij geweldig na. Ik vroeg net aan je vader of hij trots was op jou, maar eigenlijk wil ik ook wel hetzelfde vragen andersom. Hij heeft natuurlijk vorig jaar een interimperiode ook gehad als hoofdtrainer van Vitesse. Bezig met zijn coachbetaald voetbal. Ja, hoe kijk jij naar je vader? Natuurlijk ben ik trots op hem. Hij is interimtrainer geweest, heeft het daar echt goed gedaan. Ben ik ook wel regelmatig bezig kijken, ook bij zijn jong teams en zo. Dus ja, tuurlijk. En nu met de cursus, ja, hij zit er nu... Nu na een paar keer opgeven zit hij erop en dan vind ik het toch mooi dat hoe hij ermee bezig is en hoe hij ervoor gaat. Ja, kan ik zeker trots op zijn. Zit het voetbal bij jullie in de genen? Ja. Ja. Ik denk het wel, hè? Ja, ik denk het. Ja, de broers van pap die hebben natuurlijk voetbal gespeeld. Ja. Ja, de opa's ook allebei voetbal gespeeld. Dus wat dat betreft zit het wel gewoon in de familie. En het gaat ook eigenlijk over weinig anders dan dat, als we allemaal samen zijn. Als jij stiekem een beetje mag dromen, welke toekomst gaat Thijs dan tegemoet? We hebben het vaak natuurlijk in Nederland altijd. Hè, mensen en spelers die in de bal komen en tussen de linies. Hè, want daar moet het gecreëerd worden. Maar volgens mij achter de linies worden goals gemaakt. En ik denk dat hij daar oog voor heeft, voor de diepte achter de verdediging. En wat ik al net heb aangegeven, heb van God meegekregen dat hij heel makkelijk een goal maakt. En dat is in het hedendaagse voetbal wel heel erg belangrijk. Ik denk, en dat klinkt misschien raar als vader zijnde, maar als hij er gelooft in de dingen wat hij kan. En hij krijgt wat meer bravoure, dan kan het een goede speler worden. Maar ik voorspel wel een mooie toekomst voor hem. Mits iedereen gelooft.